Keurig. Weer te hard. Nee, is niet te hard hoor. Ja, is wel te hard, maar het gaat even om hoe je hem wegstoot. Ja. Chris, we gaan even meer. Hi Riet. We gaan even meer naar... Dankjewel. We gaan even meer naar dat... We gaan voorbewegen en dan moet je alleen maar zeggen 1, 2, 3, tik. Dus 1, 2, 3, tik. Ja? Ja. Ja? Dus 1, 2, 3, tik. Kijk, we moeten even lager aan de bal, daarom is hij harder. Kijk, je zit te hoog aan de bal. Kijk, doordat je te hoog zit, is bal 2 sowieso harder. Oh, sorry. Even de rode bal. Ja. Dus 1, 2, 3, tik. Ja, in staan blijven, kijk. Die is al beter, zie je, qua tempo. Dus 1, 2, 3, diepe hand. Ja, op dikte. 1, 2, 3, tik. Tik, even dieper. Nou, maar even dieper, hè? Even dieper. Ja, diep aan je bal. Ook krijten. 1, 2, 3. Tik, en staan blijven. Ja, je moet krijten, ik zei het al, hè? Krijten. Ja, want op een gegeven moment is je krijtje op, hè? Van je boemerang. Kijk. Chris, dus we gaan onderaan de bal zitten. Vooral diep. Kijk, diep. En dan 1, 2, 3. En dan rustig. Tik. Zie je? Kijk, zie je hoe zacht die bal is? Ja. Zie je? Ja. Ja. Kijk, door dat kleine tikje wat je geeft en diep. Zie je? Loopt die heel rustig. En bij jou vliegt die weg steeds. Omdat je te hoog aan de bal zit. En dan moet je vaart geven. Dus we gaan die trekstoot een beetje aanpakken. Met dus een mooie voorbeweging. En een kort tikje. Maar wel blijven staan. 1, 2, 3, tik. Ja, kijk, kijk, kijk. Zie je, dit is al heel mooi. Zie je, qua tempo. Zie je? Waarom nou, je nou weer mis? Nou, dat maakt niet uit. Dat heeft gewoon met je dikte te maken, Chris. Maar dat komt vanzelf. Kijk, want dat is of je hem nou hierheen trekt. Of hierheen trekt. Zie je, dat maakt op zich allemaal niet uit. Maar de dikte bepaalt waar hij heen gaat. Maar het afstootje, dat is goed. Dat zag je nu, hè? Hoe makkelijk die terugliep. Dus, tik. En dan gaat hij weer harder, zit je weer hoger aan je bal. Zie je, kijk. Nou kijk, zit er bijna wat lager. Ja, maar hij mag nog dieper. Je hand mag platter. Waarschijnlijk heb je toch je duim nog weer even hoger. Ja. Dus je moet hem dieper, even dunner. En dan mooi bewegen. 1, 2, 3. Vooral tik zeggen, tik. Dat is jumping, krijten. En dat is toch dat je hem schept, hè? Ja. En dat zit waarschijnlijk in je achterhand. Dat is een omhooging. Dat is weer een omhooging. Ja, precies. Kijk, die hand moet plat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk, dat diepe. En dan, kijk, je drukt hem als ware. Kijk, je drukt hem als ware. Ook een kets, zie je? Ook een kets. Dat is ook diep. Je drukt hem als ware weg. Dus 1, 2, 3. Tik. Kijk, ik zat nou erg diep, dus dan, ja, dan... Maar als je hem goed plat hebt, en je stoot hem, kijk, iets meer naar achter je achterhand. Ja, en losjes dragen, heel goed. 1, 2, 3. Tik. Kijk, zie je, hij vliegt terug, hè, die bal, hè? Ja. Ja. Je kan hem eigenlijk nog zachter wegstoten. Chris, die bal, je kan hem nog zachter wegstoten. Ja. En je zit dik omdat je op die pion komt, zie je? Ja, kijk, je voorhand, hand weer iets naar achter, iets naar achter. Heel goed, en dan rustig, 1, 2, 3, tik. Ja, dat is scheppen. Dat is scheppen. Hoe komt dat nou? Te diep? Nou ja, hij moet wel diep, maar je schept met je achterhand, schep je hem naar voren. Dus we gaan even dat rondje erbij pakken, de O. Kijk, die O erbij, dat je goed kan zien wat je aan het doen bent. Kijk, vlakke hand. 1, 2, 3, tik. Zie je? 1, 2, 3, tik. Dus achter de bal. 1, 2, 3, tik. Ja? Dus even door het rondje heen, door die O. 1, 2, 3. Net doen of je hem stoot. Platte hand, goed plat, goed plat. Ja?
vlakker. Hij moet dieper, zie je? Hij moet dieper. Je ziet nog, ja, nog, hij kan nog dieper, Chris. Ja, geef maar aan. 1, 2, nee, 1, 2, 3, tik. Ja, sorry, 1, 2, 3, tik. Ja, kijk, en dat ga je nou hetzelfde doen met de witte. Nou, lekker ontspannen, 1, 2, 3, tik. Dus goed die klap blijven geven. 1, 2, 3, rustig, tik. Kijk, zie je hoe hoog je zit met je keu? Zie je hoe hoog je zit? Ja. Hij moet vlakker, hè? En dat, nog een keer door het rondje, nog een keer door het rondje, nog een keer door die O. Kijk, hij moet vlak. Je moet zo vlak mogelijk door het rondje. En rust, hoeft niet wild. Tik, ja. En nog goed diep blijven zitten. Tik, ja. Zie je, je keu diep houden. Zo, ja. Kijk, nou. Ja, kijk, dat diepe houden. Ja, zo, ja. Kijk, dan zit je wat lager aan je bal. Het is niet een kwestie van wild afstoten, maar... 1, 2, 3. Tik. Ja, kijk. Zie je? Nou, is hij wel te dik, maar hij loopt wel heel mooi, hè? Kijk, en je ziet gewoon wat er gebeurt met dat ootje, dat je dus die afstoot gewoon oefent. Je oefent hem droog en dat doe je iedere keer weer met die gele bal. Kijk, en we hebben het nu over een tikje. Dus 1, 2, 3, tik. Tik. Kijk, hoog. Hij zit hoog, hè, je pomerans, hè? Kijk, je pomerans zit hoog, dus daarom loopt die bal ook veel. Zie je? Je moet hem echt laag houden. Dus hou je pomerans laag. En goed erin, tik. Ja, krijten. Je moet krijten, hoor. Ja. Ja. Ja, dat is toch altijd met trekstoten zo, dat je dan even te diep zit. Maar het krijt erop is wel van belang, hoor. Kijk, en ik kan hem ietsjes korter neerleggen. Dus dan komt dat tikje nog beter uit. Kijk, want nu heb je gewoon meer de kans om hem direct te tikken. Kijk, 1, 2, 3... Tik, zie je? Kijk, nu leg je er korter op, dus dan loopt hij heel makkelijk, zie je, richting de hoek, zie je? Dus ik leg hem iets korter op, dan heb je iets eerder balcontact, dus dan zal je zien dat korte tikje wat je geeft, dat heel effectief is. 1, 2, 3, tik. Dunner, even dunner, Chris, dunner. Zie je, even dunner. Zie je dat je nou veel meer loop hebt in die bal? Ja. Omdat hij kort... Hij moet even dunner, Chris. Dunner, zo ja. Dat is iets te dun. Beetje zoeken. Iets te, ja. Zie je, iets te dun. Want dan ga je over band, zie je? Ja. Kijk, als je dunner gaat, Chris, dat zie je, hè, wat hier gebeurt. Kijk, dit is dunner. Dan gaat hij zo. Ja, ja, dus kijk, ja. Maar je kan ook zo dun gaan dat hij die witte gaat raken. Dus dan moet je iets meer verstappen naar mij toe. Dus als je te dun bent dat hij hier komt, diep, vooral diep aan je bal denken... Want daar gaat het nu even om. 1, 2, 3, tik. Zie je? Nou is hij weer te dik, zie je? Want je ziet die rode, die zie je op de lange band komen. Kijk, en rood, die moet op de korte band komen. Kijk, rood moet hier naartoe, Chris. Dat is je dikte ongeveer. Dus als rood hier naartoe gaat. 1, 2, 3, tik. Ja, keurig. Kijk, zie je, nou loopt die rode, die loopt met gemak, loopt hij erheen. Kijk, en nou loopt hij nog wel, hij vangt hem op, zie je. Als je hem door laat lopen, rolt hij wel iets verder, maar het ligt al aardig bij elkaar. Dus. En vooral dat 1, 2, 3, tik. Rustig bewegen, tik. Kijk. Nou, diep, als je diep zit, kijk, dan wordt hij rustig, hè. En zie je dat kleine tikje, dat heel effectief is... Kijk, dat komt ook omdat hij kort ligt, Chris. Kijk, als je hem nou hoger aan je bal raakt, dan zou ik dit pionnetje zou ik hier neer moeten zetten. Ja? En speel die pion nu eens om. Dan mag je, kijk, als je nu diep aan je bal gaat, dan gaat hij er heel, heel hard doorheen. Maar je zit iets... Ja? Tik. Dieper aan je... Nee, je moet er wel ingaan. He? Je moet er wel ingaan. 1, 2, 3, tik. Ja. Kijk, nu zit je gelijk te hoog. Je moet wel een beetje diep blijven zitten. 1, 2, 3, tik. Kijk, zo ja, kijk, zie je? Kijk, nou loopt die bal en jouw bal die loopt rustig tegen die pion aan, zie je? Ja. Zie je hoe dat gaat? Kijk, dus je kunt, als jij nu diep gaat zitten,
dan kun je hem heel zachtjes stoten, want dan is hij al om. Ja. Dus als je heel diep zit en je trekt hem gewoon 1, 2, 3, een heel klein tikje geeft, tik, wel fel, maar tik, dat is te slap, zie je? Ja, slap. Maar te dik ook, hè? Je moet hem wel trekken, Chris, kijk, wel trekken, dus 1, 2, 3, tik. Dus 1, 2, 3, tik. 2, 3, tik. Tik. Ja? Kijk, zie je, dan heb je al maat, hè? Ja. Dan heb je al maat. Je achterhand iets meer naar achter, iets meer naar achter je achterhand. En je zit hoog aan je bal, hoor, Chris. Kijk, je zit echt hoog aan je bal, zie je? Ja, deze is wel mooi, hoor. Kijk, deze is wel mooi qua tempo, hè? Ja. Maar als je zeg maar nog dieper zou zitten, ja, dan zou die rode nog zachter worden. Want dan hoef je bijna, en als je dan gewoon soepel afstoot, dan zul je zien dat hij een heel klein tikje al genoeg heeft, dat hij er al op loopt. Tik. Kijk, zie je? Kijk. Dan tik je hem heel rustig en die wordt rustig zacht, zie je daardoor. Dus het is ook een vorm van, ja, het is ook een bepaalde techniek, hè, die moet je gewoon ook oefenen. Maar kijk, hoe verder deze bal weg ligt, ja, dan kun je iets langer door de bal, maar ook weer diep. Dus nu kunnen we zeggen 1, 2, 3, tak. Kijk. Diep aan je bal, 1, 2, 3, tak. 1, 2, 3, tak. Kijk, 1, 2, 3, tak. Zie je? Diep aan je bal. Tak. Ja, kijk. Zie je? Dit is een mooi. Moet je kijken wat een maatbal, hè? Ja. Kijk, dit is een maatbal, hè? Moet je kijken. Je trekt hem heel mooi allebei naar de korte band toe. Ja. En dit is puur een vorm van techniek, Chris. Kijk, dus trekstoten, dat is ook de beweging maken. Dat voel je nu, hè? 1, 2, 3. Tak. Kijk, als hij wat korter ligt en je zou tak doen, dan ga je te lang door de bal. Dan duw je hem erin. Dus dan is die tik, een wat fellere tik om hem wat vlotter terug te krijgen. Alleen als je nu heel diep gaat zitten, dan vliegt jouw bal over het bandje weer terug. Jouw bal, hè? En die krijgt minder. Dus dan kun je met hoogte kun je twee wat meer snelheid geven. Dus kijk, ik zal het eens laten zien. Kijk, als je... Dus hoger aan je bal. Kijk, dit is diep. Als ik hem nu trek, dan vliegt hij terug. Als ik iets hoger aan mijn bal ga, kijk, en ik geef die klap op rood, kijk. Hier, dan gaat die rode, gaat lopen, zie je? Ja. Ja. Dus kijk, diep aan je bal, en je zou hetzelfde klapje geven... Dan vliegt hij terug, Chris. Kijk, 1, 2, 3, kijk. Zie je, kijk, dan vliegt hij terug. Zie je? Dan gaat die meer afstand afleggen. Ja, ja. Zie je? En dan hangt het vanaf hoe hard je hem zwaait tegen rood aan. Zie je? Maar het ging al beter, hè? Dus kijk, als het zo ligt, dan maak je een 1, 2, 3, tak. En als het zo ligt... Ga je wat meer tik. Ja, nou, dat hangt van waar die staat. Kijk, want als deze hier staat, dan moet je wel diep gaan zitten. Maar dit is met een tik. Een tikje, zeg maar. 1, 2, 3, tik. En die andere is 1, 2, 3, tak. Dus dat is deze, want dan moet je hem even langer maken. Dus dit is een tak. Dieper, kijk, je zit niet diep. Kijk, die moet laag. Dit, ja, daarom ga je omhoog. Je moet echt diep gaan zitten. En die iets meer naar achter. Iets meer naar zaaien. En gewoon diep blijven zitten. Diep blijven zitten. Kijk, diep. En dan 1, 2, 3. Tjak. Hij gaat omhoog. Ga eens nog eens door dat rondje heen. Door die O heen. Die kets is niet zo best. Ik zal hem iets voor je opruwen. Dat misschien dat scheelt. Kijk, je keu voelt ook wat stroef, Chris. Hij voelt wat stroef, dus dat glijdt ook niet lekker door je hand. En dan kun je zeggen een handschoentje. Of je kunt hem een beetje glad maken.
Maar tegenwoordig spelen ze ook allemaal met een handschoentje. Zie je, kijk, dan haal je een beetje de vettigheid eraf. En dan zal je voelen hoe, wat een verschil dat is als je nu de bal in gaat zetten. Het scheelt onwijs hoor. Nu maar eens kijken hoe dat... Dus ik heb een beetje opgeruwd, je pomerans. Kijk, nou pakt hij goed krijt. Kijk, en nou moet je nou eens voelen wat je nou in je hand hebt. Ja, nee, dat voelt gewoon veel beter. En je voelt gewoon aan jouw keu dat die wat vettig is aan de top. Tja, zie je, kijk, dat glijdt al veel lekkerder, hè? Ja. Nou, dan zal je zien dat je als je de... Dus dit been even beter neerzetten, Chris. Beter hier net op de stootlijn neerzetten, onder je keu. Die voet onder je keu. Zo, ja. En dan gaan zitten, hè? Zitten. Iets dunner, hij moet dunner, hè? Dus naar mij toe lopen, naar mij toe lopen. Niet met je lichaam, maar met je voet. Je voeten moeten hierheen. Zo, ja, kijk. Dunner, verder. Zo, ja. Dat is, en dan diep aan je bal. Kijk, zie je? Kijk, dat scheelt wel, hè? Ja, het is te hard, maar het scheelt wel, hè? Met glijden van je keu, hè? Ja, dat glijdt er ook doorheen. Ja. Kijk, zit je weer hoog aan de bal, hè? Kijk, dan wordt die lui. Zie je, die wordt lui, Chris. Ja. Wel goed, maar hij wordt lui. Kijk, alles wat je hoger zit, wordt die luier. Kijk, je moet ook wel soepel afstoten natuurlijk. Dus dat tikje moet je wel geven. Maar je moet het een beetje soepel erin klakken. En dan zal je zien, als je echt diep blijft zitten, dus goed erin zet en stil blijven staan. 1, 2, 3, tik. Ja, dit, zie je hoe hoog die zit? Zie je hoe hoog die zit? Dus je doet... Ja, maar omhoog. Ja, theoretisch doe je dus dit nu, kijk. Ja, ging omhoog. Kijk, en je moet hem vlak houden. Ja. En dat omhoog gaan, ja, dat is natuurlijk niet goed, hè. En dat zit, maar je moet meer gaan zitten dus, zitten. En een beetje achterover gaan zitten, Hoofd en je kin omhoog, zo ja. Kijk, en nou dat takje geven. Hou je hoofd stil. Goed, 1, 2, 3. Tik. Kijk, hij gaat weer hard, hè, de rood, hè? Ja. Dat komt, maar kijk maar hoe hoog je nog steeds zit. Je denkt dus dat je diep zit. Maar daarom, kijk, daarom gaat die rode bal heel veel vaart krijgen. Jouw bal komt wel bij wit. Dus theoretisch is de bal wel goed. Ja, alleen je kunt hem zachter spelen door dieper te gaan zitten. Kijk, en dat diepe zitten, ja, dat is ook een kwestie van doen, Chris. Dat doe ik nooit, ja, sorry. Nee, maar je moet het echt proberen, het vuistje maar weer eens neer te zetten. Die vuist, kijk, deze vuist, kijk. Ja. Die vuist, en goed diep gaan zitten. Kijk, als je nu dat tikje geeft, tik. Ja. Even te dik. Ja. Ja, niet zo slecht, hoor. En nou leg je een langere bal neer, hè? Dus nou is het een tak. Kijk, nou ligt die langer, ja. Dus dan, niet te dik. 1, 2, 3, tak, lang. Zo, je kijkt nog hoger aan de bal, want daarom speel je die rode bal. Kijk, die rode, je maakt dus wel het punt, dus de trekstoot maak je wel. Alleen je controleert die tweede bal natuurlijk niet, hè? Nee. Dat is wel wat je wil, maar uiteindelijk maken is ook goed. Hè? Dus als je het punt maakt, is ook goed. Ja, dat liefst zeker. Ja, maar dan... Kijk, dan moet je toch echt dieper aan je bal gaan zitten. Om meer rendement uit je loop te halen. Dus uit je loop van je speelbal. Kijk, dit zijn die catchpitjes die je net maakt. Die haal ik er even af. Dus kijk, we kunnen afwisselen zo. Hè. Je trekstoot kan zo liggen, zelfde bal, maar hij kan ook zo liggen en zo. Dus dan heb je een beetje, en dan is het de beweging die je maar 1, 2, 3, tik, of 1, 2, 3, tak, of 1, 2, 3, tok. Ja. Zie je, dit is al netjes omgetrokken, hè? Alleen, je vindt nog steeds rood te hard. Ja, nog steeds te hard, ja. Ja. Dus je kan theoretisch nog steeds dieper aan je bal. Dus je moet je voorhand dieper door die ring laten gaan. Dus dieper. Dus nu is het een tak. 1, 2, 3, tak. Ja, kijk, tak.
Hij zit al wat dieper. Maar niet diep genoeg nog. Dus maak dat vuistje. En probeer een beetje door je knieën, een beetje kin achterover. Dus een beetje je hoofd achterover. Een beetje op de bal kijken. Kijk, lager aan die bal. Kijk, je zit nog steeds te hoog. Kijk, dit scheelt zoveel met dit. Want als je nu dat tikje geeft en goed strakker ingaat, dan catch je ook niet. Kijk, zie je? Kijk. Dan wordt die al rustiger, zie je? Kijk, en nou maak je zeg maar het punt op rood, kijk, of op wit. Kijk, en nou zie je dat rood al minder hard loopt. Dat is alleen maar omdat je je keu naar beneden leert dit drukken. Kijk, dan pas kun je de snelheid eruit halen. Hè? Waarom? Waarom is dat nodig? Omdat jouw bal best veel afstand af moet liggen. Ja. Kijk, als die zo ligt, ja, dan mag je hoger aan je bal gaan zitten. Zie je? Dus als deze zo ligt, of als deze zo staat, dan mag je hoger aan je bal gaan zitten. Want dan heeft hij minder vaart nodig, jouw bal. Want als je nou te diep zit en je zou hard stoten, of gewoon normaal stoten, dan trek je hem eigenlijk er dwars doorheen en dan rolt hij door en dan komt jouw bal zo. Ja, ja. Zie je? Maar dat is eigenlijk het punt hoe dat draait, hè? Hoe dat speelt. Dus nu probeer je gewoon zo diep mogelijk in dat klapje te krijgen. Dus dat trekstootje te krijgen. Goed inzetten. Tak. Kijk, zie je hoe hoog je weer zit? Kijk maar hoe hoog je keu nu zit. Die moet veel lager uitkomen. Kijk, hij is wel netjes gespeeld. Maar kijk, hij kan veel lager nog op het biljart. Ik ben heel bang als ik dat biljart. Ja, maar dat laken, dan kunnen we wel weer een nieuw laken erop. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar het gaat erom dat je gewoon goed laag durft te gaan zitten. Je hoofd achterover, keu vlak. Oh, ja, en weer omhoog, hè? Kijk, hij gaat weer omhoog, hè? Ja, 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 ja. Ja, ja, maar kijk, doe het eens op dat rondje. Dat je heel laag zit. Dus heel laag in dat rondje. 1, 2, 3, rust. Nee, 1, 2, 3, rust. Tik. Kijk hoe hoog je gaat, zie je? Je gaat omhoog. Kijk, hij moet vlakker er doorheen. 1, 2, 3... Kijk, ja, nou blijf je vlak. Kijk, zie je, dat is het punt. Kijk, hij moet vlak, zie je, kijk, nou blijf je vlak. Kijk, dat is wat je... Ja, ja, dat komen we wel uit, hoor. Want je zal zien, als je dat doorhebt, hoe dat moet, dan en ga je op een gegeven moment ga je dat vanzelf doen. Kijk, zie je. En nou moet je net doen, kijk, dat rondje, zie je, kijk, dat rondje is dit. Dus dat vlakke, zie je, kijk, en je hebt gelijk resultaat, hè. Hoe gek dat is, hè? Dat je met zo'n rondje, dat ootje, dat je gewoon die techniek even oefent voor de bal. En dan zie je ook, je ziet ook wat je doet door de bal heen. Hè? Kijk, en dat kun je gewoon heel... Ja, maar je moet ook een... Nee. Het is altijd goed als je erop oefent. Maar kijk, ik wijs je er nu op aan dat je dus je keu, als je laag aangeeft, dat je even goed omhoog gaat met je keu. Maar dat zie je zelf. Nu doe maar een keer door het rondje heen, dat je laag blijft. Kijk, jij bepaalt of je laag door de bal gaat of hoger door de bal gaat. Ja, zo ja. Kijk, nou blijf je laag. Dus dan zit je echt op de bodem van dat ringetje. Dus op de bodem van de bal. Zo ja, kijk, zie je? Tik, zie je? En als je tak zegt, is hij langer. Maar je blijft laag. 1, 2, 3, tak. Zie je? Kijk. Ja, kijk. Nou haal je hem vlak er doorheen. Zie je? Kijk, als je dit door de bal doet, hè, dan catch je ook niet. Maar zo gauw je dat huppelbewegingetje gaat maken, dat je top omhoog gaat... Dan gaat het veel slechter. Dus dat is je ringetje. Hop, zie je? Kijk, nou trek je ze zo terug. Zie je? Nou heb je over, hè, zelfs. Hè? Nou speel je... Ja, maar je speelt wel eigenlijk mooi de rode weg. Kijk, en wat je nu eigenlijk maakt, Chris. Wat je nu maakt, hè, dat is wel grappig. Je maakt nu deze bal. Kijk, deze bal maak je. Dus je trekt hem hier naar de band. En je raakt die witte bal. Dus je doet deze bal maken. En die komt via drie banden, komt die zo weer terug. Ja, ja. Dus kijk, als ik nou deze opgave aan jou geef, dat je deze bal, dus de gele bal moet je hierheen spelen en naar de witte bal spelen. Dat kun je makkelijk, als je heel diep aan je bal zit. Ja. Dus je moet weer diep gaan zitten en gewoon naar de band toe trekken. En niet aan de witte bal denken, gewoon naar de band toe trekken. 1, 2, 3... Kijk, nou trek je hem naar de band. Kijk, nou komt hij uit de band. Kijk, en nou heb je even minder vaart. En de dikte is dan weer anders, zie je? Ja, ik had hem even meer naar doen. Ja, maar toch is hij wel weer netjes. Want je trekt hem alweer helemaal terug naar de band. Dus nou had ik de witte bal hier neer kunnen leggen. Ja. Dus dan had je dit getrokken, zie je? Dus je trekt hem als het ware hier naartoe, Chris. Ja.
Ja, keurig. Kijk, trek. Kijk, nu heb je niet de vaart die je geeft, maar rood is ook heel rustig, zie je? Ja. Rood is ook rustig. Dus op zich, kijk, nu kun je zeggen, ja, ik red het net niet natuurlijk, maar dat heeft met soepelheid te maken, hè? Dus hoe soepeler je er doorheen gaat, hoe lichter je er doorheen gaat, hoe makkelijker die gaat lopen. En dat rendement, dat moet je leren. Je moet leren dat klapje te geven. 1, 2, 3. En goed vlak gaan zitten en lekker vlotjes door de bal heen. Dus. En niet te voorzichtig. 1, 2, 3. Maar wel vlakker erin. 1, 2, 3. Tjak. Kijk, dan gaat hij weer omhoog, hè? Zie je? Kijk, hij zit iets hoger. Kijk, zie je? Dit gat is te groot. Hij is wel super mooi, hoor. Maar je ging alweer omhoog. Dus je gaat weer dezelfde fout maken. Hè? Kijk, je gaat er doorheen, je geeft hem laag aan, maar je komt hieruit en je moet hieruit komen. Ja. Het gaat al beter hoor, dat trekken. Oh. Ja, dan maak je hem in één. Maar kijk hoe hoog je zit met de keu. Hè? Dus even door het rondje heen weer. Dus door de O heen, dat je laag blijft. Net doen of je een bal wegstoot. 1, 2, 3, wegwit. 1, 2, 3, wegwit. 1, 2, 3, weggele bal. 1, 2, 3, weggele bal. Vlakker blijven. Vlakker blijven, Chris. Vlakker blijven. Dus. Hebben. 1, 2, 3 en vlak. Zo, ja, kijk. Nou heb je over. Kijk, dit is hem, hè. Kijk, nou maak je een bandstoot. Kijk, en rood is helemaal niet zo hard. Dat valt nog reuze mee. Bandstoot, ja. Ja. Ja, dat is toch geweldig eigenlijk? Yeah. Maar dat moet je even gewoon gaan verwerken, hè? Dat soort dingen. Hoe dat, maar het zit hoofdzakelijk in dat vlakker door de bal gaan. Maar dat zie je, want kijk, je doet nu gewoon vol gas op de rood en het valt nog reuze mee hoor. Ja. Maar die heeft al te veel power, hè, zeg maar. Die had, kijk, als hij hier blijft liggen, dan ligt die bal ligt hier bijvoorbeeld. Dus dan krijgt hij ook weer minder snelheid. Maar het gaat erom dat je goed afstoot, hè? Dat snap je natuurlijk wel, hè. Maar die voorhandbepaling, dat is alles. En doe je pink maar eens. Die pink is naar buiten. Pink naar buiten, zo ja. Vuist naar binnen. Zo. Nou, je mag ook twee vingers. Twee vingers mag ook, zo ja. Kijk, nou heb je ook een vuistje, hè. Kijk, moet je kijken. Hoe. Vingers. Ja, oké. Okay, nou, dat. Ja, maar daarom is het wel goed dat je even je vingers goed neerzet. Goed neerzetten en tjak. Kijk eens. Twee vingers erbij, moet je zien, hè. Kijk, die is gelijk mooi, hè. Qua tempo is die prachtig, hè. Zie je dat? En je hebt een mooie voorhand ook zo, hè? Iets meer links moet hebben nog. Ja, hij is iets te dik nog. Want je komt hier op de band, dus dan is hij iets te dik voor die bal. Maar zag je wat een mooie loop die bal had? Ja. Kijk, en het is ook je voorhand een beetje neerzetten. Dus spelenderwijs leer je nu gewoon die trekstoot maken. Maakt niet uit hoe het ligt, hè? Dus kijk, als ik die pionnetjes hier weer neerzet zo. En ik zeg tegen jou, nou, je moet die omtrekken of deze omtrekken. Ik kan er nog eentje bij zetten. Dan gaan we het rijtje gewoon weer af. Dus dan trek hem eerst maar naar de witte bal toe. En dan voel je dat je dunner moet, hè? Maar die vlakke hand, Chris, denk alleen maar aan die vlakke hand. Dus die twee vingers, middelvinger naar binnen. Kijk, middelvinger naar binnen. En een vuistje, een beetje zo'n vuistje, heel goed. Nou, dit is gewoon een mooie voorhand. En je achterhand mag je iets naar achter doen. Hebben. Ja, dan ging hij alweer omhoog, hè? Hij ging alweer omhoog. Kijk, daar zit die kets, hè? Chris, daar zit echt die kets, hoor. Dat je met je voorhand... Dus je gaat met je achterhand scheppen. Ja, je gaat scheppen. Ja, kijk, dit is zo naar zijn doel toe. Kijk, alleen dit is wat fors. Hij kan vlakker. Hij kan... Kijk, als je diep zit, hoef je echt niet hard te stoten, Chris. Nee. Je kan heel rustig. 1, 2, 3, tjak. Ja? 1, 2, 3, tjak. 1. Rustig. Tjak. Kets, hè? Kets weer. Dat is gewoon krijtig. Leg het krijtje maar op biljart neer. Nou, nou is even beter.
Ja, kom vanzelf, Chris. Mooi voorhand, plat aan je bal. Kijk, ik leer je nu gewoon diep aan de bal zitten. Dat je gewoon af moet, rechtaf moet stoten. En door dat rondje, 1, 2, 3. Rust en tjak. Kijk, dan gaat hij wipperen. Ging hij nou omhoog? Ja, ging omhoog weer. Je wipt hem er zo overheen. Oh. Dus het zit hem in je achterhand. Die heb je te gespannen vast. Dus je knijpt hem als het ware erover. Dus dan ga je hem wippen. Dus je schept eigenlijk gewoon als een, kijk, als een schep. En hij moet losjes, moet hij, hè? Voel me anders iets draaien, want er zit een beetje krijt. Zo. Je moet wel het krijt erop hebben. 1, 2, 3. Rustig. Tjak. Kijk, zie je? Wat een verschil, hè? Zie je, het is niet weg. Hè? Kijk, en jij hebt je achterhand ook mooi vast, hè? Kijk, je moet alleen gaan begrijpen dat als ik de ballen zo neerleg en je wil naar wit, dat je, kijk, dan heb je, dan moet je dunner gaan zitten, ja, kijk. Kijk, dan moet je hem waarschijnlijk hier raken, bij dat witte stipje. Zie je, kijk, zo raak je hem dik. Zo raak je hem 100%, zo raak je hem iets, kijk, zie, als je hem hier raakt, dan gaat hij daar naartoe. Kijk, als je hem hier raakt, gaat hij daar naartoe. Als je hem hier raakt, gaat hij daar naartoe. Zie je, kijk, die witte stip, die wijst het een beetje aan. Ja. Zie je? Ja, het is een beetje een hulpmiddeltje, maar gewoon, het is de dikte aanvoelen. En je hoeft niet gelijk op je goede dikte te staan. Dan moet je een beetje aanvoelen. Maar het gaat er puur om die afstoot, dat je mooi diep durft te zitten en een soepele achterhand hebt. Kijk, die is te dun, maar blijf maar staan. Kijk, zie je, die is te dun. Dat zie je meteen aan rood. En je maakt nu eigenlijk... Ja, maar technisch maak je een hele mooie bandstoot, hè. Kijk, je gaat naar de band en hij komt hieruit. Ja. Kijk, en als je iedere keer, hè, als je af blijft stoten, ja, zoals je, dus door, als je door die bal blijft gaan, dat is altijd goed, ongeacht welke dikte je speelt. Ja, zo, ja, vlak erin. 1, 2, 3, lekker losjes, tjak. 1, 2, 3, tjak. 1, 2, 3, tjak. Zie je, kijk. Kin omhoog, kin omhoog, kin omhoog, zo, ja. 1, kijk goed, tjak. Tjak. Kijk, hier ligt dan de rode en dan... Zie je nou, ligt de rood ligt voor je rondje. Dus je zoekt je dikte. En dan 1, 2, 3. Tjak, vol op de rode. Kijk, dit is een voltreffer. Ja, met heel veel power, hè. Met heel veel power. Ja, inderdaad. En geen kets, hè. Nou, wel goed aan de onderkant. Ja, precies. En geen kets. Ja, nu denk je het eigenlijk heel diep en hard. Dus als ik dit nou zijn gang had laten gaan, de band, dan had hij nog helemaal op de tafel gekomen en dan gaat alles lopen. Dus dan laat je hem echt in de vrije loop, laat je hem gaan. Maar goed, je bent ook bezig om hem goed strakker doorheen te brengen, hè. Dus je zit mooi diep en die hand wordt vlak. Nou zit je weer hoog. Ja. Je dikte. En strak erin. Ja, zo. Ja, kijk, kijk, kijk. En je blijft staan, hè. Kijk, en je blijft staan. Kijk, ja, dit is gewoon top. Kijk, en die afwerking in je, met je hand, dat is, daar moet je naartoe. Heb je daar zo lang over moeten doen, hè? Ja, maar ja dit, maar dat, van iedere misser leer je ook. Ja. Ik bedoel, kijk, en je ziet zelf dat rondje, dat heel veel... zicht geeft op de doorvoering van je keu. Dus je gaat voelen, kijk, je stoot eigenlijk in het luchtledige. Ja. En dat doe je hier ook, het luchtledige. Kijk, plop, plop. Het moet gewoon, je moet echt dat rondje moet je helemaal op kunnen vreten met je hand. En je ogen. 1, 2, 3, tjak. 1, 2, 3, tjak. Voor trekstoot, kijk, dat is te hoog aan de bal, zie je? Vlak aan de bal blijven. Ah, kin omhoog. En kijk eigenlijk naar de rode bal. Kijk naar rood en ga dan door het rondje heen. Tjak, en dan zie je dat je hem aan de rechterkant raakt rood, zie je? Ja. Dus zo werkt het. Nou, en ja, het is gewoon een kwestie van doen, hè? Kijk, dus we hebben het nu allemaal over diep aan de bal. Diep aan de bal. Dus je zit nu met een platte voorhand, omdat je een trekstoot maakt, hè? Je maakt een trekstoot. Kijk, en als ik dus deze pionnetjes hier naartoe breng... Dan ga ik iets hoger zitten. Dan kan je gewoon hoger gaan zitten. Ja. Ja. Doe maar. Doe de eerste maar. De eerste? Ja. Kijk, want je kan wel diep gaan zitten, maar dan voel je dat je dun moet zitten, hè? Kijk, als je nu je keu omhoog doet... Ik heb hem niet zo hoog. Ja, maar als je nou heel diep gaat, waar voel je dan dat hij heen gaat nu? Gaat hij dan hierheen? Als je nou je keu omhoog doet.
Gaat die dan hierheen? Nee. Nog iets hoger? Ja. En stoot hem nu eens af. En recht erin. Tjak. En kijk, dan gaat hij hier naartoe, zie je? Kijk. Ja. Dus zie je wat er gebeurt? Ja. Kijk, en die is mooi, hè? Ja. Ja, die is goed. Dus je hoogte, Chris, kijk, die is bepalend om hier te komen. Ja. Dus je gaat diep zitten. Op een dikte, hè? Dus je speelt rood, speel je hier naartoe of hier naartoe. Dat is je dikte. Nou speel je hem vrij dun. Dus ik zou zeggen dikker. Probeer. Ja, stoot maar dan. En stoot. Keurig. Kijk, gaat hij al naar wit, hè? Hij gaat al naar wit, hè? Zie je? Dus technisch heel goed, hè? Oh, hij was, ja. Maar? Je speelt hem dun. Ja. Als je hem dan dikker raakt, rood... Komt hij zo? Nee, dan gaat hij. Oh, dan komt hij weer. Dan gaat rood meer hier naartoe, ja. Maar dan moet je ietsjes hoger aan je bal. Want als je dan diep blijft zitten, dan trek je hem weer hier naartoe. Zie je? Ga maar eens diep staan en dik. Dus zeg maar 3/4 dik. En diep zitten, diep, hè? Wat ik zei. Nee, diepe bal. Een diepe bal. Oh, ja, sorry. Ja, kijk, nou doet hij het niet, deze. Nee. Ga nou eens omhoog met je keu. Ja, wat denk je wat er nu gebeurt, Chris, als je hem recht afstoot? Stoot maar. Ja, heel goed. Stoot maar. Tjak, kijk, daar gaat hij. Ietsjes meer door de bal, hè. Kijk, je maakt nou een bandstoot. Bandstoot, die pion, zie je. Dus kijk, nou kun je zeggen, ik zit ietsjes te dun. Te dun. Ja. Ietsje of ietsjes te hoog. Snap je? Snap je het of niet? Ja, kijk, want je zit te hoog. Ja, dikte was wel goed. Alleen als je dan ietsjes lager had gegaan, gaat hij wel die loop halen. Maar je voelt al dat je leert spelen in dit gebied. Want als jij laag aangeeft en je speelt een bepaalde dikte, pak je 1, pak je 2, pak je 3, pak je 4. Dat heeft alleen maar met je dikte te maken. En staan blijven. Kijk, zie je? Nou maak je nog een bandstoot, hè? Kijk, je maakt nu een bandstoot. Moet je zien hoe mooi eigenlijk, hè? Kijk, nou doe je dit best wel technisch goed, hoor. Maar ik wil eigenlijk even wat zien, Chris. Dat je bijvoorbeeld dat je hem hierheen trekt. Ja, ja. Dus dat je met diezelfde dikte ietsjes dieper gaat. Dus niet te diep, maar ietsjes diep en rechterin, zelfde dikte. Kijk, die is jammer genoeg niet hard genoeg afgestoten. Maar het is wel dat je blijft staan. Kijk, dit is gewoon een zachte... plaatsing. Kijk, nu raak je wel... Ik heb expres een beetje zat. Ik denk, ik bedoel, dat te hard. Ja, maar het gaat om de stootlijn, Chris, hè? Ja. Kijk, dat denken aan je snelheid, dat komt vanzelf. Maar het goede afstoten, dat moet je gewoon blijven doen. Oh. Ja? Kijk, want dat hard of zacht, het gaat erom eerst om dat je voelt waar die bal naartoe gaat. Hebben en stoot maar. Kijk. Zie je? Jij bepaalt, hè? Jij bepaalt. Ja, dat is super, hè? En de bal raak je ook nog een keer, hè? Ja. Ja, maar dat heeft puur met je hoogte te maken, hè? Ja. Alleen vakwerk, allemaal vakwerk. Het is vakwerk, Chris. Maar dat heb jij. Jij hebt vakwerk. Maar het zit hem allemaal in dat ootje. Kijk, dit ootje, daar zit het in. Nou, en goed laten zien welke voorhand je hebt. Dus je hebt hier voorhand 4, dat is een diepe. En 3, dat is iets hoger. Kijk, en deze bal, dus als jij deze bal, dus als je die wil raken, Chris, ja. Dikker. Nou, hij kan ook dun en diep, hè. Nou, niet heel dun, maar goed, als je heel diep zit, ga maar heel diep zitten. Okay. Ja. Kijk, dan kun je deze pion raken. Ja. Toch? Ja. Als je nou omhoog gaat. Nou, wacht. Nee, ga omhoog. Ga maar omhoog. Kijk, dan voel je dat hij daarheen gaat. Nou moet je dikker om die te raken. Ja. Ja, dan moet je dikker. Ja, ga maar dikker. En rechterin. Tjak. Kijk, dikker. Zie je, hij moet dikker. Want je gaat nu nog steeds naar deze pion toe. Dikker. Ja, hij moet echt dikker. Kijk, je moet natuurlijk wel diep zitten om de eerste pion te raken. Maar het hangt ook een beetje van je dikte af. Kijk, als jij nu omhoog gaat, Chris. Ja, kijk. Dan gaat hij ervoor langs. Nou mag je iets hoger aan je bal, zie je. Kijk, want dat hij ervoor langs gaat, betekent dat je iets hoger aan je bal mag. Ja?
Kijk, natuurlijk speel je hem ook dun, die bal. Want kijk, je wil hem niet hier hebben, rood. Je wil rood hier hebben. Want dat is je diktebepaling, hè. Kijk, nou heb je, en dan moet je de juiste... Kijk, nou zit hij weer te hoog aan de bal. Voor de, dan ga je naar de derde pion. Dus je moet nu dieper aan je bal gaan zitten. Om deze te gaan raken. Dus dan moet je dieper gaan zitten. Kijk, dikte is nu al goed. Hebben en tempo maken. En druk. Kijk, nou is hij te dik. Ga je voorlangs, zie je? Maar wel mooi. Je laat hem wel mooi vallen. Zie je? Even krijten, Chris, als je gestoten hebt. Leg je krijtje maar op het biljart neer, hoor. Zo, ja. Dus als jij nou diep zit, hè, en je raakt hem dikker, zie je, je raakt, kijk, hij gaat weer omhoog, hè, Chris? Je keu, hè? Kijk, je keu gaat weer omhoog, dus je zit weer niet vlak door dat krijtje, door dat rondje heen. Kijk, je geeft hem laag aan en je gaat er, ja, kijk. Dat is het, hè? Kijk, je moet diep blijven zitten. Kijk, nu moet je alleen de juiste dikte spelen om de eerste pion aan te spelen. Kijk, weer omhoog gaat hij, hè? Kijk, gaat weer omhoog. Kijk maar naar je top. Kijk, hier, mijn vinger kan eronder. Die moet naar het laken toe. Dus als je stoot, dan schep je hem. Je moet er doorheen gaan, net zoals door het rondje. Dus je moet net zoals door die O, door die O. Je moet net doen of het een O is, die gele bal. De dikte, nou zit je te dik, hoor. Zie je, kijk, nou doe je het wel. Alleen, nou zit je te dik. Ja, maar ik let eigenlijk meer op het stoten. De... Dat snap ik. En dan moet ik het niet. Ja. Goed staan, rondje zoeken en er doorheen. En vasthouden. Kijk, zie je? Zo simpel is het, hè? En door die bal gaan, hè? Kijk, hij moet lager, hè, je keu, hè? Hij is wel mooi, hoor. Maar hij moet laag uitkomen, Chris. Als je gestoten hebt, dan moet die keu laag zitten. En niet een centimeter, anderhalf boven het biljart. Dus denk goed aan de techniek. Hebben, tjak. En erin. Kijk, zie je? Kijk eens hoe hoog je zit. Ja, maar kijk eens hoe hoog je zit, die pomerans. Kijk, je haalde net je hand weg, maar die pomerans die had... Ja, ik zag het wel, dat die vinger kon eronder. Ja, en dat moet niet, hè? Je moet hem vlak hebben, hè? Ja. Dan gaat het echt veel, veel beter. Ja? Nou, kijk of ik hem wel gewoon kan. Ja, en dat je gewoon die keu vlak houdt, hè, als je stoot. Kijk, zie hoe hoog je zit? Kijk, ga maar door dat rondje heen, Chris. Ga maar door dat rondje heen. Ja, hè? En als je het hier doet, doe je het wel goed. Kijk, nou geef je hem aan. En je gaat, zie je, kijk, dan ga je erin. Dat moet je doen, tjak. Waarom doe ik dat hier dan niet? Dat moet je wel doen. Ja, moet dat. Dat komt omdat je waarschijnlijk gaat kijken waar de ballen heen gaan. Dat je niet geconcentreerd bent op je keu. Dus dat je je ogen laat zien, die laat je naar de ballen floepen, weet je. Dus je laat ze kijken hoe je de karambol maakt, hoe je de punt maakt. En je moet even kijken hoe je de keu naar voren getikt hebt. Dus rondje, rondje, tjak, kijk. En kijk naar je keu, kijk, zie je? Kijk naar je keu, zie je? Hij kan lager, hè? Maar je trekt hem wel al heel makkelijk terug, hè? Hebben. Kijk, lager. Kijk, duw hem eens iets door die keu, naar het laken. Ja, kijk, ja, dat, ja, voel je het? Kijk, nou til je hem iets op, hè? Maar ik kom ook dat ik mijn hand hoog hou. Niet hoog genoeg. Dan. Ja, je laat hem iets, je laat hem zakken. Je laat hem zakken, ja. Je moet hem erin, je moet hem erin stoten. Net als door het rondje, want dan doe je het wel goed. Ja. Kijk, als jij hem in die O speelt, dan... Zie ik zo dat je hem erin tikt. En dat moet je nu ook doen. 1, 2, 3, tik. 1 beweging, tik. Zo ja, kijk. Dit is het. Nou zit hij, kijk. Nou kan ik mijn vinger er niet onder doen. Ja. En ziet meteen, hè, wat er gebeurt, hè. Ja. Dus het zit echt in je afstoot, hè. Ja. Kijk, die kwaliteit die je nu hebt, hè, die is zo groot. Kijk, en dat je moet leren de diktes te spelen.
Ja. Dat is logisch. Kijk, dat je hem hierheen moet spelen, hierheen moet spelen, hierheen moet spelen. Maar dit wat je nu doet met stoten, dat kun je gewoon oefenen. En dat zie je, dat die keu dus... Ja, daar moet je zelf een beetje achter zien te komen qua dikte. Kijk, en je weet heus wel een beetje waar je naar moet kijken. Maar het gaat puur om die afstoot. Keurig. Kijk, dit is weer mooi. Kijk, en check dit, hè. Kijk, check dit, dat die vinger er niet onder kan. Kijk, nu heb je je tempo wel aardig... Het tempo is het nou wel goed. Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. Maar dat komt omdat je mooi diep zit en die beweging maakt, hè. Kijk, maar dat is het leuke ervan. Je maakt die beweging. Ja, super. Ja, maar er zit gewoon een loop in, hè. Kijk, en hij is dun, hè. Kijk, als je die rooie nu ziet lopen, Chris, hè. Ja. Kijk, die rooie zie je lopen, die komt zo terug. Dus die is dun geraakt. Ja? Kijk, hij ligt zo. Ja. En je raakt die vrij dun dat hij hier op de band komt. Ja. En dat hij zo terugkomt. Dan raak je hem vrij dun. Kijk, dan is het logisch dat als je heel diep zit, dat hij hier naartoe gaat. Ja. Moet ik even hoger zitten weer? Om de witte te raken. Maar je kan ook zeggen, even dikker is ook gunstiger voor de tweede bal. Om hem hier naartoe te spelen. Ja, dat gaat dan automatisch. Maar dan is het, kijk, dus je moet echt leren spelen met die voorhand. En die duim, kijk. Dus ietsjes hoger, ietsjes lager. Dus als je diep zit, kun je dunner. Als je wat dikker gaat, dan ga je je duim omhoog brengen. Dan kun je wat dikker. Dus als je diep zit, kun je maximaal dun spelen om hier te komen. Kijk, hier zit gewoon een grens aan. Kijk, als jij heel diep aan je bal zit en je raakt die te dun, komt die hier. Ja. Zie je, dan komt die op mijn duim. Heel dun. Dus alles wat je dikker gaat, dat gaat hier naartoe. Ja. Totdat je bij die bal bent. Ja. Maar als je dan dus diep aan je bal zit, ja, en je gaat hem dus dikker, of dus je zit alles dun te spelen met diep aan je bal, je komt bij wit. Ja. Als je dan hoger aan je bal gaat, dan komt diezelfde dikte, die komt weer hier. Ja, dus dan ga je even meer omhoog, dan komt die gele bal weer hier. Dan raak je wel die rode dikker. Dus dan moet je weer dikker op diezelfde hoogte om hier te komen. Dus, dus hoe hoger je voorhand hebt, hoe dikker je die moet raken om hier te komen. Ja. Dat is wel grappig, hè, als je dat zo hoort. Ja. Zo en die dikte, dat is zo belangrijk, dat je die dikte gaat snappen. En dan kun je rechts effect geven, links effect, dat maakt op zich niet uit. Dat is alleen maar bal 2 iets anders. Kijk, dan geef je links effect, zie je, want hij draait. Maar hij is wel heel mooi gestoten. Zie je? Kijk eens. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè, dat je zo'n bal wegdrukt. Hè? Ja, dan kan ik ze even een tandje lager zetten. Zie je, dan wordt de hoek weer even meer schuiner. Ja, je moet, kijk, die is te dik, hè? Kijk, die komt hier rood. Ja. Dus die is sowieso te dik. Zie je, te dik. En krijten. Nee, je moet met trekstoten, Chris, dan moet je gewoon... Nou, ik wil niet zeggen altijd krijten, maar het is wel verstandig omdat we diep spelen aan de bal. Hè, om dus rendement te halen, is het wel verstandig om goed krijt erop te smeren. Ja. Ten alle tijden. Maar het kan ook aan je voorhand liggen, dat die is een beetje schepperig. Precies, maar dat zijn we nu aan het afleren, aan het oefenen hoe dat werkt met dat rondje, hè? Ja. Met de O. Want je ziet gewoon het resultaat dat als je gewoon goed door dat rondje heen gaat, dus goed door je bal heen gaat. Kijk, deze dikte, tjak. Kijk, eerste pion om. Zie je? Prachtig gespeeld. Hier, qua tempo is hij redelijk goed. Dan speel je die tweede pion om. Tja, en afstoten blijven. Blijf aan je afstoten. Keurig, die is ook weer mooi op de eerste pion. Het is gewoon een kwestie van dunner gaan staan. Hè? Dunner gaan staan.
Kijk, kwestie van dunner gaan staan, dus meer naar die muur toe. Dus je moet voelen dat je met die diepte, kijk, je hebt zo nog steeds die diepe voorhand heb je, maar die schiet je om. Dus dat betekent dat je hier weer iets te dik op staat. Dus je moet maar een paar millimeter om naar de volgende pion te gaan. En dan vooral diep blijven zitten. Dus mooi in dat rondje. Tjak. Kijk eens. Hoppa. Ja, super. Mooi hoor. Kijk, dit is natuurlijk een hele mooie oefening. Nou, moeilijk. Ja, het is ook een beetje gissen blijven. Even nadenken blijven. Hè? Nadenken, ja. Het is ook nadenken. Want het je komt uit dat ik hier altijd met je dames. Ja, maar kijk, en dan vergeet je eigenlijk, wat het belangrijkste vergeet je, dat is dan die afstoot maken voor de trekstoot. Dus door het rondje, dus je bent zo die karambol aan het benaderen. Moet ik nou zo? Ja. Terwijl het gevoel heb ik met die verre bal, met dat oefenen het wel wat beter gaat. Ja. Maar dat is toch iets voor mij wat niet. Maar kijk, die verre bal, dan heb je weer met dat kruisje te maken. Hè? Dus ja. Dat je ook weer die... Dat ding zet ik in mijn kop, daarnaast. Ja. Maar kijk, uiteindelijk wat je hierdoor doet, kijk, dat als je hier laag zit en je komt hoog uit, dat doe je waarschijnlijk met dat kruisje ook. Dus als je dat kruisje zou hebben, 1, 2, 3, en je gaat stoten, dan ga je ook zo, kijk, 3, en dan, en terwijl je dit moet doen, zie je, vlak erin, zie je? Dus je moet vlak blijven met die keu. Ja, de tweede. Ja, die heb je al om. De tweede, derde mag in. Ja. Maar het gaat om dat je leert voelen waar je heen speelt. En dan, dat doe je dus echt door de dikte te voelen. Kijk, diepe hand. 1, 2, 3. Tjak. Oh. Kijk, dan zit je op de eerste pion weer. Ja. Dat is wel lekker. Ben weer af. Nou, dat geeft niet. Ja, doen we weer. Maar hij was ook harder, hè, weer, hè? Ja. Maar dan zitten we een beetje te kletsen natuurlijk. Keurig. Kijk, die gaat ook weer langs de eerste pion. Wel een mooie stoot. Kijk, hij zit alleen hoog, hè? Hij kan lager, hè? Ja. En dunner. Ja. Kan. Maar je kan ook dikker. Dus met die hoogte even ietsjes dunner gaan, maar niet veel. Keurig. Zie, het lukt al aardig eigenlijk, hè, als je het zo ziet, hè? Je gaf alleen een beetje links effect, gaf je net, maar dat... Hij is weer dik, hoor, Chris, maar dan geef je niet, stoot maar gewoon weg. Net of je door dat rondje gaat. Zie je, hij is weer dik, zie je? Ja. Maar er zit wel onwijs een mooie slag in al, hè? Alleen je moet voelen dat je te dik staat, dat hij hierheen gaat. Ja. En dat doe je met je voeten, hè? Kijk, nu sta je dun, hè? En als je dan durft te stoten, dan zie je wat je maximaal kan halen met een diepe voorhand. Zie je? Huppa, zie je? Nou maak je weer een bandstoot, hè? Ja. Kijk, je trekt hem hier naartoe. Ja. Dus je maakt eigenlijk een bandstoot, terwijl hij veel lichter kan. Dus het is niet de kracht die je geeft, het is de dikte die je geeft. Het is weer te dik, kijk maar. Ja, je moet krijten blijven, Chris. Je hebt 2, 3 stoten gemaakt en op een gegeven moment dan... Of je moet super vlak door die bal blijven. Je moet wel vlak door die bal blijven gaan. Keurig. Kijk, weer mooi voorlang. Maar je gaat kijken, hè, wat die bal doet. Hè? Maar zie je wat de snelheid deze had? Hè? Ja, ja. En die moet je kijken. Je speelt hem helemaal weer terug naar zijn plek bijna. Hè? Ja. Dus je maakt eigenlijk deze bal. Ja. En dat komt omdat je wel recht afstoot. Alleen je doet het te krachtig nu. Je gaat nu heel wild in dat rondje. Dus in die O. Rustig kijken. Tjak. Dik en vasthouden. Kijk, vasthouden die dikte. Zie je? Kijk. Hier, nu raak je ze allebei. Nu raak je en de pion en de witte bal, zie je? Ja, dit is al veel beter natuurlijk, hè? Kijk, alleen de rode is nu niet bij, ja?
Omdat je diep aan je bal zit en dan kun je die niet dik raken. Nee. Dus die ga je automatisch, want daar leer je van, die ga je automatisch dan hierheen spelen. Ja, komt hij daar. Dus omdat je diep aan je bal, als je hoger aan je bal gaat, Chris, ja, dan kun je hem wat dikker raken en dan komt hij ook bij wit. Maar dan moet je een hogere voorhand gaan zetten. En zo leer je dus spelen met die lijnen. Dus hebben, tjak. Ja, kijk, die is... Ja, zeker. Nou, natuurlijk komt hij mooi bij. Dat is je dikte. Dat is gewoon je dikte die je speelt. Alleen je zat alweer te hoog, hè? Want hij komt hier op de band. Ja. Dus je gaat eigenlijk te snel van hoog... Kijk, je gaat van laag naar hoog. Dus je doet je voorhand te snel omhoog. Dus kijk, dit is heel diep en hier zit er heel veel tussen. Ja. Kijk, hier zit heel veel tussen, Chris. Dus daar, als je daar gaat kiezen, dan zal je zien... Wat, en vooral omdat je dik zit, hè? Kijk, zie je? Kijk, makkelijk, hè? Kijk, dit is het, hè? Ha! dit is de mooiste al, hè? Wie kijken. Maar beheerst, hè? Alleen maar op dikte weggespeeld, hè? Dus je moet, dat is ook dat rondje, kijk, dat die O, hè? Die zegt gewoon heel veel. Kijk, die O zegt heel veel. Kijk, diep. Kijk, zie je, al die hoogtes hebben met je dikte te maken. Kijk, als je diep zit, kun je heel dun. Je kunt ook wel heel dik, alleen dan komt hij recht terug. Als je 100% erop staat, komt hij recht terug. En alles wat je daarna zit, dan blijft hij heel veel terugkomen. Alles wat je dan omhoog gaat, dan gaat hij al meer afwijken. Ik heb dat nooit zo eigenlijk gezien, hoor. Juist. Maar komen we achter, hè? Kijk, we komen er gewoon achter doordat we ermee bezig zijn, ook. Ja. Want je ziet gewoon wat er gebeurt, hè? Dus kijk, als ik hem nu hier neerleg, kijk, dit is gewoon een kwestie van de hoogte spelen. He, dat, we hebben deze bal ook wel eens gemaakt. Als ik hem hier neerleg. Kijk, nu moet je niet dun gaan. Ja, het kan wel dun. Diep aan je bal. Maar je kan het veel beter doen. Hoger aan je bal. Niet te hoog natuurlijk. Maar wel dik raken. En dan recht erin. En niet naar wit kijken. Maar naar je hoogte blijven kijken. Tjak. Kijk, zie je? Daar heb je hem al, hè? Kijk, deze is eigenlijk nog te dun. Ja, nou ja, kijk, als we kritisch worden wel natuurlijk, hè? Kijk, maar voor de verder is hij mooi geraakt. Kijk, alleen je raakt hem hier. Kijk, als je die dikker raakt, ga je hem hier raken. Of je moet iets hoger, dat je hem hier blijft raken. Dan kun je nog iets hoger, snap je? Dus hoe dikker je gaat, hoe hoger je kunt. Maar ja, op een gegeven moment houdt dat ook weer op. Maar het is de afstand door dat... Nu is het over het kruisje heen, of door het rondje heen. Kijk, je geeft effect, dat is jammer. Ja, dus je gaat nu niet recht in de bal. Ga ik effect? Ja, je geeft effect, ja. Maar dat komt omdat je ogen, die gaan kijken of je het doet. Ja, maar dat zie ik. Ik zie dat je dus niet, je blijft niet bij dat rondje kijken. Nee, je gaat kijken of je het doet. Dus je gaat niet kijken of je je keu mooi er doorheen gestoten hebt. Nee, je gaat kijken of je het doet. Nu raak je hem heel dik, zie je? Kijk, nou gaat hij ervoor, hè? Hij hoeft niet zo hard, hè, Chris? Nee. Je moet het even gewoon... 1, 2, 3, tak. Tak, ik wil dat tak horen eigenlijk. 1, 2, 3, tak. Rustig, je hoogte. Heb je je hoogte bepaald, Chris? Ja. Oké. Okay. Ja, niet te diep? Nee. Oké, 1, 2, 3, tak. Zo, ja, kijk, iets te diep nog, zie je? Kijk, hij is op tempo, is hij perfect. Zie je, kijk, je maakt nog een punt ook doordat je hem op tempo speelt. Ja. Zie je dat? Ja. Maar je zit theoretisch, deze is heel goed, hè? Die is gewoon heel goed. Alleen je bent iets te dik, ja. Of iets te diep aan de bal... Want de dikte was hij niet, dikte was perfect. Kijk, iets te diep aan de bal, daarom komt hier, hè. Daarom, kijk, en dat is dat pionnetje dan, hè. Kijk, maar je ziet het, doordat je die goed stuurt, hè. Die stuur je dan zogenaamd. En die tikt dan die witte bal tegen de derde bal aan. Maar dat komt omdat je hier goed zit. Alleen je moet iets... Iets hoger mocht... iets hoger, want je raakte hem vrij dik. En hij ging er voorlangs. Hebben en recht in dat rondje. Kijk, dan zit hij weer niet helemaal recht, zie je? Hè? Nou zat hij weer niet... Hij zat er veel aan de linkerkant, hè? Ja, ja, ja. Dat is op zich niet erg, maar je moet je dikte wel blijven spelen. Recht erin, hè, recht. Kijk, zo ja, kijk. Nou zit je wel weer een beetje effect te geven. Kijk, hij is weer goed, hè? Alleen, het is weer krachtig, hè? Ja, die wordt harder dan die. Ja, dat komt omdat je hem te veel erin slaat.
Kijk, je doet te veel. Je knijpt in je achterhand. Dus je moet hem wat losser. Tak. Dus 1, 2, 3, tak. En jij doet eigenlijk dit, Chris. Kijk, 1, 2, 3. En dan doe je tjak. Weet je, maar nou, je knijpt. Dat kan niet anders. Want anders gaat die. Want je, dus, kijk, als je gewoon ontspannen erin gaat, dan kan je niet zo hard stoten. 1, 2, 3. In dat rondje. Tjak. Kijk, zie je? Die is al veel beter. Dus als ik hem nu hier neerleg, ja. En je wil de witte raken, dan ga je heel diep zitten weer. Kin omhoog, kin omhoog. En recht erin. Tjak, kijk. Dat is de probleem niet, hè? Kijk, het probleem is niet dat hij hier komt. De dikte is meer het probleem nu. En het hoeft niet zo hard, Chris. 1, 2, 3, tjak. Tjak. Kijk, dat ja. Kijk, dit tempo is perfect. En nu moet je alleen een goede dikte gaan staan. Moet je kijken hoe mooi die rolt, hè? Ja, die dikte. Ja, die dikte. Maar ja, dat kun je thuis ook oefenen. Ja. Hè? Je kunt thuis ook die dikte oefenen en dat diepe aan je bal. Dat hij dus naar de witte toe gaat. Kijk, nu gaat hij naar wit. Maar kijk eens naar je keu. Hè? Hij is prachtig op wit, hè? Maar kijk eens naar je keu. Hij zat toch nog weer even hoger. Daarom ruik je de buitenkant wit. Hè? En dan gaat die weer harder lopen, de rode. Omdat je verliest je hoogte. Dus je hoogte. Kijk, door die hoogte op je speelbal. Dan ga je die meer snelheid geven. Dus je verliest diepte. Tijdens het stoten verlies je diepte. En dan krijg je minder rendement. Maar nu raakte hij nog net de witte bal. Maar hij zat iets te hoog. En die rode was iets te hard. Als je dieper had gezeten, had hij er volop gegaan. Zeg maar, tjak. Ja, tjak. En stil blijven staan. Vooral stil, ontspan. Dus ontspan. Zie je, als je het gestoten hebt, ontspan. Zo ja, kijk, dat je niet gelijk terughaalt. Ontspan even, Chris. Dus niet te wild terughalen. Gewoon rustig stoten, ontspannen. Ja, zo ja, kijk, dat werkt wel, het werkt wel. Kijk, krijt, hè, je krijt niet, hè. Je krijt niet, Chris. Ik merk gewoon dat je tekort krijt met trekstoten. Ik zie ook dat je pomerans bruin, die wordt bruin. Die wordt helemaal een beetje bruin, hij moet blauw wezen. En je moet er wel krijt op smeren. Oh my god. Dus je dikte is bepalend voor of hij bij wit komt of niet. Hè? En dan je afstoot. Want kijk, als je de dikte hebt, ga je stoten. Kijk, hoppa. Kijk, nou komt hij gewoon op wit, zie je? Kijk, je moet er een beetje wat voor doen, Chris, om ja. Er te komen. Een beetje lopen met je voeten dunner, dikker. Het is goed voor mij dat ik dat met die... Ik vond het een leuke les. Postje, je hebt heel wat trekstootjes gemaakt. En je ziet dat er, ja, met die catches en zo is helemaal niet erg. Dat je dus bepaalde dingen gewoon, dat je denkt, waar zit dat in? Maar we komen er wel. Als je maar dus goed leert vlak te blijven. Vlak te blijven. Kijk, in dat korte, dat tik, tak of tok, daar gaan we wel een beetje mee werken. En die hoogte, hè, daar zit ik. Ja, die hoogte is voor jou belangrijk. Ja. Maar je voelt altijd als je hoog zit en laag zit, wat je ermee kunt uitspoken. Hè? Als je diep zit, ja, dan krijgt alles heel veel rendement. Ja. Ja, dan trek je hem over het hele laak terug als je die keu laat gaan. Als je die keu tempo geeft, hup, pjoep, en dan vliegt hij terug. Je hebt nog een paar levensjaren nodig. Ja, je gaat het nou echt leuk vinden. Hè? Je gaat het nou leuk vinden, Chris. Nou, het was weer een mooi lesje. We gaan het weer een keer overdoen, Chris. En dan gaan we weer eens de doorschietstoot aanpakken. Ja, dat gaat af en toe. Dan denk ik, verrek, ja. Het gaat goed. Ja,